Als eerste vandaag wil ik graag aan u voorstellen de scheidsrechterscrew onder leiding van Dennis Hemelrijk. Daarna graag een warm applaus voor de bezoekende teams, het München Gladbach Wolfpack. En tot slot onze eigen fan under 15, Dutch Junior Lions. Welke wedstrijd wordt er vandaag gespeeld? Hier speelt het U15-team van Nederland, het nationale jeugdteam onder 15 jaar, tegen München Gladbach Wolfpack uit Duitsland. Dat is een jeugdwedstrijd voor de spelers onder 15. Is het een belangrijke wedstrijd? Ja, het is zeker een belangrijke wedstrijd. Het is ook tegen een Duits team. Dus het is altijd spannend om te kijken, met name als je tegen een ander land speelt, om te kijken waar je staat. Het niveau in Duitsland ligt toch wel wat hoger over alle niveaus, verspreid ook voor de senioren. In Duitsland is Amerikaans voetbal een stuk groter dan in Nederland. Dus als je je mannetje kan staan tegen een Duits team, dan gaat het in ieder geval de goede kant op. Wat is jouw functie? Ik ben teammanager van het U15 Tackle Team Lions. Dat is een team zeg maar, dat we in Nederland hebben voor de promotie eigenlijk voor tackle onder de 15 jaar. En wij hopen zo op deze manier clubs enthousiast te maken om deze jongens te laten spelen, ledenaantal te laten groeien en zo eigenlijk in Nederland een nieuwe competitie op te starten. En dan speciaal voor het American Football? En speciaal voor het American Football, voor jongens onder de 15, tussen de 12 en de 15 jaar. Dendai, blok hè! Wat bijzonder is aan deze wedstrijd, is dat er ook dames meedoen. Ja, klopt. Het Duitse team heeft twee meisjes in het team zitten. Die doen dus inderdaad gewoon met het jongensteam mee. Eigenlijk is American Football een gemengd sport. Er zijn, zover ik weet, in Duitsland niet pure damesteams. Dus als je als meisje wil spelen, dan kun je gewoon bij een normaal team aansluiten. Ja. Bij de Dutch Junior Lions zitten er geen meiden? Nee, op dit moment niet. Ik weet wel dat er in verschillende teams in Nederland wel her en der een meisje speelt. Maar er zijn niet, in het nationaal team niet zover ik weet, nee. Wie lang speelt u American Football? Knapp een jaar. Bist du talentiert? Ik wil jetzt nicht sagen, dass ich einer der Besten bin, aber ich meine, dafür, dass ich ein Mädchen bin, bin ich relativ gut. Weil es ist ja momentan im Vergleich zu den Jungs. Ich kann nicht sagen, dass ich besser bin als die Jungs, aber wenn ich das halt so hinnehme, dass ich ein Mädchen bin, ich finde, ich bin nicht schlecht für ein Mädchen. Wenn ich auch in eine Mädchenmannschaft gehen würde, denke ich, wäre ich weit oben. Es geht ja darum, eigentlich so um den Spaßfaktor, sage ich jetzt mal, aber halt auch ums Gewinnen. Aber es macht Spaß. Weil für die Männer ist etwas anderes. Sie sagen, winnen, winnen, winnen. Also, das ist auch bei mir so, aber ich, ja, gewinnen, aber... es ist nicht schlimm zu verlieren, damit muss man klarkommen und weil es macht trotzdem Spaß, man muss an einem Sport muss man Spaß haben. Wenn man keinen Spaß hat, dann ist das auch nichts für dich. Kun je nog even de spelregels uitleggen van het American Football? Bij American Football krijgt het team, je hebt het aanval en verdediging. De aanval krijgt steeds vier pogingen om 10 yards te overbruggen. Haal je die 10 yards, krijg je weer 4 nieuwe pogingen om weer 10 yards te overbruggen. En uiteindelijk wil je in de endzone terechtkomen waar je dan een touchdown kan scoren. En de verdediging uiteraard die probeert het aanvallende team tegen te houden. Als ze het binnen de 4 beurten niet halen, dan wordt het spel omgedraaid. En mag het andere team in de aanval, dan moet het andere team in de verdediging. Meer vertellen over de wedstrijd, hoe die verloopt? Het gaat wel goed, maar ze zijn wel grote mensen. Ja, jullie zijn wat kleiner, lijkt het. Ja, dat klopt. En dwingt dat jullie weer tot een andere manier van spelen? Ja, harder, ruiger. Hoe gaat het met de wedstrijd? Ja, top. Goed. Ja? Nou, jullie moeten nog wel even de achterstand weer weten in te halen. Jammer vooral, klopt. Ja. We hebben nog een helft om... Hoe gaan jullie dat doen? Gewoon scoren. Afmaken. Noemen ze een paar kenmerken van het Duitse team? Discipline, dat is een Duitse kracht. Verder is het natuurlijk zo dat ze ook wel een paar sterke jongens erbij hebben. He, vanaf jongs af aan wordt er toch ook op kracht getraind. Conditie is nog een punt. Daar wordt echt dus op het einde van de training nog eens goed 10 minuten conditietraining gedaan. Terwijl in Nederland de meeste spelers al met hun hoofd in de kantine zijn. En dat zijn een aantal Duitse krachtpunten.